rakkers van me. Dag lekkere rakkers. Ik heb me gehaast om bij jullie te komen. Lievers, I love you. I love you. My dear girls and boys, really, I love you. Zo, rakkers. Zeg, wat ik alleen jammer vind, is dat jullie nou nooit eens een tekening maken. Dat vind ik nou zonde, hè? Het is helemaal niks, je hebt helemaal niks. Zo, zo. Weet je wat ik hiermee ga doen, rakkers? Ik ga mijn kamer behangen met jullie tekeningen. Zal ik dat gaan doen? Behang is toch hartstikke oud. Maakt me niks uit, ga ik mijn kamer ermee behangen. Oh, lievers. Hartstikke bedankt voor de mooie tekeningen. Ik heb mooie tekeningen en ik ben heel blij. Joepie, daar! Boeie! Daar zit hij. De grote grijze geitenbreier. Dag Harry. Dag ome Willem. Dag Harry Banning. Dag oom Willem. Dag Frankie Noja. Dag oom Willem. Zo rakkers, we gaan er eens even een lekker potje van maken met elkaar. Ja, ja, la. En geef elkaar maar even een klein... Kaasje. En dan nu? Aan het werk. Aan het werk. Luister even wat ik vraag. Luister wat ik vraag vandaag. Zeg maar ja of zeg maar nee. Doe maar mee. Zeg eens even allemaal. Zijn er hier ook meisjes in de zaal? Gezellig, meiden. Ach, dat doet mij veel plezier. Zijn er ook wel jongens hier? Goedemiddag. Wat ik ook nog vragen wil, is er hier een krokodil? Ik wou dat ik een ijsje had. Ijs met slagroom. Lusten jullie dat? Ja! Heerlijk! Snap het al, daar smul je van. Lust jij ook wel een bloemkool dan? Met een paapje, ja. Met een paapje. Ja, wow. Met een paapje. Met een paapje. Met een rakkers bloemkool met een papje, dat is wel lekker. Maar oh, wat ik nou zo ontzettend lekker vind, hè. Als ik daaraan denk... Heerlijk. Luister even wat ik roep. Lust jij ook een broodje appoep? Het gaat om Willem, een broodje poep vinden die kinderen vies. Is dat vies, Harry? Oh, mag ik niet zeggen een broodje poep? Nee, oom Willem. Foei, oma Willem, rapapa. Rapapa, rapapa, rapapa. Stomme ome Willem ook altijd met je broodje poep. Jullie wonen in een huis. Heb je ook een tafel thuis? Ja, maar staat er op die tafel dan een flatgebouw dat je behangen kan? Dat bestaat niet, dat bestaat niet, dat bestaat niet, dat bestaat niet. Rakkers, kan je niet een flatgebouw aan de buitenkant helemaal behangen? Wou jullie zeggen dat ome Willem gek was? Ja! Rappa! Rappapa, rappa, 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 rappa. Oh! Oh! Stom, ome Willem. Ik geloof dat ik maar niks meer vraag. Er is wel weer genoeg vandaag. Ome Willem. Toen stopt ermee. Knip, knap, knijkoeboega.
Ja, overal troep. Hier. Maar voor de aardigheid eens kijken. Een vlek. Daar een vlek. Een vlek op het kleed. En wie moet dat allemaal weer opruimen? Ome Willem. Ja hoor, ome Willem moet natuurlijk weer genen spelen die alles weer keurig opruimt in huis. Ik krijg er wat van. 'S Ochtends in de slaapkamer van Teun, Toon en August ligt een onderbroek met zo'n grote tekening erin. Ze rapen hem niet eens op. Ome Willem moet het allemaal doen. Altijd al die troep moet ik opruimen. Ik krijg er werkelijk wat van. Ik veeg en poets en schuur en boem. Ik moet het allemaal weer doen. Kijk daar, een vieze vuile spat. Oh, wat verschrikkelijk is dat. En kijk toch eens die vieze vlek. Het is toch werkelijk te gek. O geitenbreiers, ik verlang naar nieuw behang. Nieuw behangetje voor de kamer en het gangetje, dat het hier weer gezellig is en fris. Ik veeg en poets en boen en schuur op die verschrikkelijke muur. Kijk nou die vieze veegjes aan, ja wie heeft dat nou weer gedaan? En ach, wat is dat nou weer? Het lijkt wel wat op wagensmeer. O geitenbreiers, ik verlang naar nieuw behang. Een keurig nieuw behangetje voor de kamer en het gangetje. Dat het hier weer gezellig is en fris. Ik veeg en poets, ik vind altijd weer nieuwe vieze vuiligheid. Een grijze streep bij het gordijn, of zou dat soms een schaduw zijn? Hier is iets tegen aangewaaid, daar heeft een mug een drol gedraaid. O, geitenbreiers, ik verlang naar nieuw behang. Voor de kamer en het gangetje, dat het hier weer gezellig is en fris. Ach, ik moet ook altijd alles doen. Wie zal er nou... Ja, nee, ja. Ome Willem, wat gaat u doen? Ja, hoor. Ja, troep. Altijd maar troep overal. Ja, ome Willem, allemaal troep. Maar wat gaat u doen? Wat gaat ome Willem doen, kinderen? Wat ik ga doen... Troep opruimen. Behangen. Behangen. Gaat u hoor behangen? Oh, wat leuk, mogen we mee? Ik ben heel erg goed in behangen. Behangen is niets voor kleine kindertjes. Oh nee? Nee. Ik heb wat anders voor jullie. Hè? Nou. Weet je wat jullie mogen doen? Nou. Zie je daar dat behang daar? Ja. Dat is oud en vies behang. Ja. Jullie mogen van mij met viltstiften op het behang tekenen. Oh, viltstiften! Zo. Ach, is ook wel even leuk voor ze. Het is toch een oud behangetje. Nou, ik ga behang kopen en dan plak ik het erop. Moet ik eerst lijm hebben. Plaksel voor het behang. Dat ga ik even. Heb jij thuis nog plaksel? Als jullie plaksel... Nou, je mag het even gaan halen, hoor. Maar ik heb het hier achter staan. Ga ik even plaksel halen. Oh, wie moet dat nou weer doen? Pam, 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 pam. Jan! Jan Klaassen! Jan Klaassen! Wat is er nou weer, Katrijn? Jan, heb je dat gehoord? Wat gehoord? Ik lag net zo lekker te slapen. Ome Willem gaat behangen. Nou, dat moet hij weten. Ik wil ook een nieuw behangetje. Jij wil ook altijd wat anders, hè, Katrijn? Nou, vooruit, Jan Klaassen, geen gezeur. Ga jij naar de winkel behang kopen, dan plak ik het er wel op. Heb ik dan nooit rust, Katrijn? Ja, jij moet ook maar eens wat doen. Vooruit, opschieten. Goed dan, ik ga al, Katrijn. Tot zo. Aju. Hé. Nou, dan ga ik maar eens schoonmaken. La 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 la. Kijk eens even aan. Ik heb de plaksel. Kijk eens, lakkers. Het is lekker. Het is lekker dik. Blijft het goed stevig tegen de muur aan zitten. En nou ga ik naar een winkel. En ik ga een paar hele mooie
Robertjes behang halen. Joepiede. Poepie. Ja, papa, een behangetje. Doet, 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 doet. Hallo. Volk. Volk. Hallo, is er iemand? Hallo. Zeg, wat een gekke winkel is dat hier. Er is helemaal niemand. Hallo. Ik wil behang. Behang. Een rolbehang aannemen. Nou ja, zeg. Daar staat mijn pet stil bij. Wil je zo'n rolletje behang kopen? Is er niemand? Ja. En ik zal toch wat moeten hebben, want als ik straks zonder behang bij de trein kom, nou, dan zwaait er wat voor me. Nou ja. Als er dan niemand is, zullen we het zelf maar eens eventjes proberen. Dat lijkt me hier wel een aardig rolletje. Help, au, mijn hoofd. Och, die rotrollen. En dat allemaal omdat Katrijn zo nodig mocht behangen. Zeg, nou, wacht eens even. Misschien zou ik zo'n rolletje op kunnen tillen. Nou, daar gaat hij. 1, 2, 3, 4. Oh, nou, dat is mis, zeg. Jongen, jongen, jongen. Nou, nog maar eens een keer proberen. 1, 2. Hups! Dat is nummer 1. Is gelukt. Zo. En nou nummer 2. Kom jij maar hier, rolletje. Zo. Ziet me niet meer. Hups. Dat is nummer 2. Nou, dat gaat goed zo, Jan Klaasje. Maar even uitrusten. Wacht eens even. En kunnen we er ook nog een bij pakken. 1, 2, 1. Dat mislukt weer. Zo. Nou, die Katrijn ook met haar behangen. Nou, nog eens proberen. Ja, zo. Dat is een knap zaakje. Mooie bulletjes allemaal. Lekker rustig. Hey. Dat lijkt me een mooi behangetje. Dat neem ik in. Wat is. Verroest. Hey, Jan. Krijg nou de hip, zeg. Wat doe jij hier, Jan? Ha, jonge Willem. Ha. Nou, ik kom hier een behangetje kopen. Ja. Ja, maar ik begrijp er niks van, ome Willem. Wat dan? Ja, nou, ik leg je net 2 rollen behang op de toonbank. En ik buk mijn eigen om die derde op te rapen. En verdwenen zijn ze. Jantje, dat waren deze, hè? Ja. Ja, dat klopt, precies. Jan Klaas, ik heb deze 2 rolletjes behang uitgekozen, want die vind ik hartstikke mooi. Gaat hij ook behangen? Ja, wat denk je dat? Een mooi, mooi behangetje, Jan. Dat ja, zal goed staan. Maar, ome Willem. Hm? Er is hier niemand. Hoe bedoel je? Nou, ik heb al geroepen, maar er komt niemand, hoor. Komt er helemaal niemand? Nee, helemaal niemand. Jan, weet je wat we doen? We roepen nog eens een keertje met z'n tweeën, hè? Dat doen we. Afgesproken, daar gaat hij. Jan, tel jij maar af. 1, 2, 2,5. Ja. 3. Volk. Behang aannemen, volk. Nou, wat heb ik u gezegd? Zeg Jan, zouden wij dat behang gewoon zo mee kunnen nemen? Wat denk je? Toch niemand tegen niemand te zeggen. We nemen het gewoon mee, Jan. Hé, Jan. Ah.
Kom op, en dan neem jij een rolletje en dan neem ik een rolletje. Kom op, zal Katrijn blij zijn. Zo, laat ze... Jan, laat ze nou... Oh, Jan, laat ze... Weer een bul. Oh, Jan Klaassen, Jan Klaassen. Zo. Hé, hey, joh, doe nou niet zo gek, toch? Je zit in mijn tekening. Nee, jij zit toch ook in mijn tekening? Oh ja, nou hier dan. Dat vind ik nou vuile gemeen, vind ik. Hé, doe nou een beetje aardig. Ja, maar ze maakt een snertekening. Ah, jouw tekening is een snertekening. Oh, dat hier, vind zo, ik gaaf. Dat is mijn tekening. Mama. Ja, wat is er nou weer? Mama. Je ziet toch dat ik aan het werk ben? Ik ben aan het dweilen. Mag ik spelen? Niks ervan. Niet op mijn schone vloer. Blijf jij maar mooi aan tafel. Ik mag ook helemaal niks. Waar moet ik nou aan tafel? Hé, wat is dat? Wat zou er in dat potje zitten? Het ruikt wel lekker. Ben je zoet aan het spelen, Jantje? Ja, mama, ja. Haal je geen kattenkwaad uit? Nee, mama. Eens even kijken, hoor, zo. Even met mijn hand erin. Hey. Zo. Oh, ik krijg mijn hand er niet meer uit. Mama. Niet zeuren, Jantje. Ja, maar mama, help nou. Mijn vinger zit vast in die pot. Ja, wat is er nou weer? Mijn vinger zit vast. Oh. Hij zit met zijn vinger in de lijmpot. Wat ben jij toch een vervelende jongen, hè? Wacht. Trekken, Jantje. Ja. Trekken. Dat probeer ik ook, maar het gaat niet, mama. Het zit vast. Help, nou zit ik ook vast. Oh, narre jongen. Altijd wat met jou. Help, papa. Papa. Jan Klaassen. Papa. Jan Klaassen. Hey, hoor ik daar roepen? Hey, wat is er aan de hand? We zitten vast aan de plakselpot. Oh, ja, ik wil alleen maar een likkie nemen. Nou, wacht maar. Ik zal jullie wel losmaken, hoor. 1, 2... Gelukkig. Wel bedankt hoor, August. Wel bedankt hoor, August. Wat een rotpot, hè, mama? Jij bent een rotpot. Kom mee, dan gaan we onze handen wassen. Ja. Tuntje! Waar zitten jullie? Tuntje! Ja. Ik ben in een winkeltje geweest. Was een... Hè? Oh, wat leuk zeg. Ze hebben een beetje zitten krassen, geloof ik, hè? Ja, maar we waren ruzie aan het maken. Oh, kan mij eens... Waren ze ruzie aan het maken? Ja! Jullie mogen niet klikken. Och, zeg, moet je nou eens... Nou, het kan mij helemaal niks schelen. Er gaat gewoon nieuw behang overheen. En dan is het helemaal niet erg. Maar rakkers, hebben jullie ook wel eens nieuw behang in je kamer? En plakken jullie ook wel eens stickers op je behang? Ja! Yeah. Vinden jullie het dan ook zo jammer? Dan heb je allemaal mooie stickers op het behang. En dan heb je getekend. En dan zit het behang los. En dan als je dan in bed ligt, kijk je naar het behang. En dan lijkt dat soms net een vliegtuig. En dan komt je vader binnen. En die zegt, Estralita, jij krijgt nieuw behang. En dan zeg je, ja maar papa, ik wil helemaal geen nieuw behang. Al die mooie dingen. Kind, jij krijgt nieuw behang. En dan word je opeens heel verdrietig. Want dan denk je, al die mooie stickers die er tegenaan zitten. En dan komt dat van het nieuwe behang overheen. En wat gebeurt er dan met mijn stickers? Zeg nou maar dag, het is gebeurd. Aan wat je zag in elke scheur. In elke vlek hier op de muur. Die vieze plek die op den duur ging lijken op een vogelbootje of een beest. Verdwijnt met alles wat er is geweest. Die stickers die je overal had opgepakt, worden achter het nieuw behang geplakt. Dag Donald Duck, dag Charlie Brown, dag Lucky Luck,
Pipo de Clown, dag Sesamstraat, dag PSV. Die handel gaat nou allemaal mee. Gaat samen met dat vogelbootje of dat beest. Zo gaat nu alles wat er is geweest. Die stickers die je overal had opgepakt, worden achter het nieuw behang geplakt. Die viltstift kras zo paars en groen, die jij nog bij het rood wou doen, die gaat nu heen. Maar wat zeg jij? Er komen meteen weer nieuwe bij. Daar zijn ze weer, dat vogelbootje en dat beest. Daar komt weer alles wat er is geweest. Die stickers die je overal had opgepakt, worden op het nieuw behang geplakt. Nou, en dan plak je gewoon op het nieuwe behang, na een tijdje, hè, weer die eerste sticker. Krijg je even op je donder van je vader of moeder. Maar als de eerste sticker erop zit, kan de tweede erop een beetje tekenen en een beetje krassen. En dan over een paar jaar komt er gewoon weer nieuw behang. Net zoals hier ook, 3 jaar geleden gedaan. Zo, eens even kijken. Ik heb hier smeuïge plaksen. Ik heb hier een rolletje behang. Ik heb een mooi t-shirtje. Dus ik doe eerst mijn behangersjasje aan. Dat ga ik eens even halen. Wat zal dat mooi. Een nieuw behangetje. Kijk eens. Ja. Zeg. Gaan jullie eventjes wat spullen zoeken? Gaan jullie maar wat spullen zoeken. Hey, ik heb al iets gevonden. Hier. Een schaar. Deksel. Thomas, hou me even vast. Teun. Teun. Wat zal Willem opkijken? Zal even vast. Teun. Hou vast. Hou vast. Ga ik knippen? Ja. Hey, Toon, mag ik ook even knippen? Ja, ik wil ook knippen. Hoe kan ik nou zo knippen, jongens? Oh ja. Hou nou vast. Zo, eerst goed vasthouden. Kan ik? Ja? Gaat u gaan. Zo. Ja. Nou moeten we de plaksel erop doen. De plaksel. Mag ik even smeren? Ja. Teun, hou nou toch vast, Teun. Ja, hier heb ik de plaksel. Oh, ja. Zo. Ik mag geen smeren, hè? Ja, maar waarmee dan? Met je handen? We hebben geen borstel. Wacht eens even. Jan Klaas heeft de borstel. Ja, weet je, ook, ik ga even zoeken. Ja, doe maar even. Ja. Hou jij dat even vast? Nee, hier aan die kant. Zo. Zo. Hé. Hey. Zo. Jan Klaas. Oh, wat een verrassing voor opa Willem. Jan Klaas. Jinka! Hey! Ja, dat... Jan Klaassen! Ja, wat is dit? Hey! Jan Klaassen, wij hebben een borstel nodig. Heb jij misschien een borstel? Nou, die leg ik net onder de tafel neer. Hey. Oh ja, maar die hebben wij nodig. Oh ja, gaan jullie dan ook behangen? Ja, tuurlijk. Maar heb jij een borstel voor mij? Ja, dat zeg ik toch. Ik leg hem net onder de tijd. Ik zal hem even halen. Ja, ik haal hem. Alsjeblieft. Tada! Niet zo dik. Hou jij je er nou even buiten, hè, Jan Klaassen? Ja, Jan Klaassen, dat kunnen wij best wel. Hey, Toon. Ja? Als je dat het dik insmeert. Ja? Nou, weet je wat er dan gebeurt? Nou? Zal ik je dat eens vertellen wat er dan gebeurt? Dit! Hey, Jan Klaassen! Kan ik me weer wassen? Ja! Zo, en nou? En nou gaan we even een plekje zoeken waar we het op gaan hangen. Daar. Dan hangen wij dat daarop. Hou vast, Teuntje. Zo. Gaat die deze kant op? Mag niet. Ja. En dan hoger. 1, 2, hoger. Oh.
Koppen. Jantje, 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 Jantje. Klaas, alsjeblieft, mijn behang weer een beetje zitten verprutsen, hè? Nee. Ik helemaal niet dat dat behangetje een beetje zitten te verprutsen. Dat hebben die anderen gedaan. Die Teuntje en Toon en die Dikke. Welke Dikke? Nou, die andere Dikke. Is die zo dik dan? Ja, meisje. Zeggen ze. Jij hebt het gedaan, waar of niet, rakkers? Nee! Wouden jullie zeggen dat Teun, Toon en August dat gedaan hebben? Ja! Zeg Jan, moet jij eens luisteren naar mij. Weet je wat we gaan doen? Nou, ik ga Teun, Toon en August... Hè? Ik ga Teun, Toon en August eens even lekker een potje te pakken nemen. Ja, hoi! En weet je wat ik dan ga doen? Dan ga ik, rakkers, direct achter dat behang staan. Dan gaan zij behangen. Moeten jullie maar eens opletten. Wat? Heel zachtjes komen. Ja, nee, maar moet je luisteren. Ik ga er ook heel zachtjes achter. En dan moeten jullie ook niet zeggen dat ik erachter zit, hè? Ja. Dan ga ik heel zachtjes op de tafel. Ja, zeg goed. En Katrijne. Rakkers. Ik mag niks zeggen. Nee, oké, rakkers. Dat weet ik toch. Ik kan toch op jullie bouwen, rakkers. Hè? Ik kan die borstel nergens vinden, hoor. Oh, maar we hebben al lang een borstel moeten kijken. We hebben een borstel. Als dat allemaal zo lang moet duren... Gaan we nog een keer. Volgend jaar pas klaar. Hou vast. Even een potje knippen. Potje knippen. En dan ga ik het insmeren. Ja. Dan mag ik hem nog plakken, hè. Kom. Zo. Ja, eerst insmeren. Ja, insmeren. En doorhalen. En... af laten glijden. Juist, ja. Huh? Ja, 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 zo. Oké, okay. Is goed, juist, en dan gaat hij dan. Auw. Gaat hij erop? Even, ja, auw. Auw, hou jij dat dan even goed vast. Auw. Ja, ja, wacht nou even. Zo gaat het niet. Wacht nou even, zo zitten we verkeerd. Zo moet je hem plakken. Oh ja! Nee, suffert, daar zit iets erachter! Iedereen aan één kant! Oh ja, wacht even, dat zeg ik. Wacht even, zie je. Ja? Zo? Zo? Zal ik je even optillen? Ja, ik zit. Hoe kan dat nou? Dat plakt helemaal niet. Dan moet je het ook goed aandrukken, suffert. Nog een keertje. Ja? De behang is betoverd. Wel nee, laat mij nog maar eventjes wachten. Oma Willem! Zo. Zo. Is mooi recht, hè? Oh, is mooi recht. Heel recht. Hé, Toon. Er zit een muis achter de behang, hoor. Ah, joh, dat kan helemaal niet. Zo, weg. Weg, muis. Ja. En daar dan? Daar. Wacht maar even, ik sla hem wel even dood. Oh! Een muis die praten kan. Daar ben je bang voor, hoor. Help! Oh, een hand! Een monster! Aboe! Hallo, Teun, Toon en August. Ome Willem! Ome Wee. Jullie wouden geloof ik een potje behangen met mijn behang, hè? Nou, ome Willem, we wilden u alleen maar even helpen. Ja. Helpen? Ja. Mooi, hè? Ja, nou zeker, hè? Heel mooi gedaan. Rakkers, ik vind het hartstikke lief dat jullie me wouden helpen. Ja. Maar we gaan straks met jullie allemaal erbij gaan we behangen. Maar ik wou eerst nog lekker wat gaan drinken met elkaar. Ja. En... dat liedje, hoe ging dat nou toch ook alweer, Rakkers? Dat liedje met die... Oh ja, deze vuist, hoe ging het ook alweer? Deze vuist op deze vuist.
Deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist. En zo badaba, ja, bop, bop, bop. En eens even kijken, rakkers, de geitenbreiers uit het orkest. Zo hebben we daar de hoofdgeitenbreier Harry Banning. En de papjes Swin geitenbreier Frankie Noja. En dan de grote grijze geitenbreier Harry Moot. En eens even kijken, wie hebben we hier? Hé, hey, Fiekendassen, kom eens overeind, knul. Kijk eens even daar, camera 3. En dan hebben we hier Aart Staartjes. En Jennifer, Jennifer, waar ben je, lieverd? En Jennifer Willems. Dag, lieve rakkers. Voeten van de bank, lieverd. Dat heb ik nou al zo vaak gezegd. Dag, oma. Dag, lieverd. Edwin Rutte, de film van oma Willem. A joepie, a da. En zo badaba, ja, bop, 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 bop. En deze vuist op deze vuist. En deze vuist op deze vuist. En deze vuist op deze vuist. En zo klim ik naar boven. Ai, joepie, daar. Joepie! Zo, rakkers, nou ga ik jullie allemaal achter.